De Lenovo IdeaPad Mix 320 is een tablet en laptop in één. Het scherm kan namelijk volledig losgehaald worden voor een tabletervaring of gebruikt worden met het toetsenbord voor een laptopervaring. Deze 2-in-1 is voorzien van een Intel Atom X5 processor, 4 GB werkgeheugen en een SSD. Door zijn specificaties is hij niet bedoeld voor zware taken, maar basistaken zullen hier prima op uitgevoerd kunnen worden. De IdeaPad Mix 320 is verpakt in een standaard doos. In deze doos vind je de 2-in-1, de boekjes en een oplader. De Lenovo IdeaPad Mix 320 is nog geen centimeter dik en weegt een halve kilogram. Een extreem dunne en lichtgewicht 2-in-1 dus. Rechts vind je een HDMI-poort, USB 3.1 type C-poort, USB 2.0-poort en de stroomaansluiting. Links bevinden zich een gecombineerde audio-poort en een USB 2.0-poort. Links bevinden zich ook nog de aan- en uitknop en de volumeknop. Ook beschikt de laptop nog over dual-band wifi, Bluetooth 4.1, een camera voor en een camera achter. Het 10.1-inch scherm heeft een resolutie van 1280 bij 800 pixels en is voorzien van een IPS-paneel. Hierdoor kun je genieten van goede kijkhoeken, goede kleuren en een goed contrast. Het scherm is volledig los te halen en te bedienen met je vingers. En waar losse toetsenborden vaak niet heel prettig werken, is dat hier absoluut niet het geval. De Lenovo IdeaPad Mix 320 biedt de mogelijkheid er goed op te werken. En even geen zin om productief te zijn? Dan haal je het scherm los, plof je lekker op de bank en ga je wat internet of Netflixen. Op zoek naar de ideale 2.1 die werk en plezier goed kan combineren, dan is de Lenovo IdeaPad Mix 320 een uitstekende keuze.